Target mensen, 4 uur. We hebben een probleem, we hebben een probleem. Ik zag in mijn triplo, ik zag net eigenlijk een stego-like en ik zie nu dat dit gebeurt. En ik neem aan dat het aan mijn kant is. En ik neem aan dat het daar bij de voordeur is. Ik heb hier alleen even niks voor. Maar dit kan gewoon met een rock elemental gedaan worden natuurlijk. Er stond ook met 2 turrets. Oh, er is daar wel iets dood. Oké, ja, check. Dit gaat even neer. Valt gelukkig te slayen dit. Oh, ze hebben het zadel er al afgehaald, joh. Ja, het is balen dat ik hier nog niet zoveel bullets in had zitten, want die zaten nog te craften. Het voordeel is, we hebben het gewoon teruggekregen. Oké. Ja, dit was nog niet heel goed verdedigd verder. Stonden wat, 6 heavies? Ja, zonde van die 6 heavies, want dat is wel gewoon duur. Maar ze hebben nergens een fop of zo, hè? Ze hebben het gewoon geprobeerd, daar komt het vooral op neer. Nou, respect, weet je, mag gewoon doen. Nou ja, dit was een beetje de startmuur. Ja, daar kunnen ze zo bij in de buurt lopen. Oh, daar, heavy turrets. Wacht, ik zag ergens een heavy turret van de Mandalorian. Dat is daar, toch? Huh? Wacht, wat? Ik zag er even bij die... Oh, wallhack. Waar? Oh, hier. Oh ja, oké. Okay. Oh, ze zijn echt gewoon... Oh, nee. Is dat Tech Jenny? Hoe hebben zij een Tech Jenny? Oh, wacht. Gewoon de boss fight. Oh man, dat is niet chill. Ik moet even een angle hebben. Oké. Ja, ik denk dat we dit gewoon zo snel mogen gaan rushen. En waar zat die Tech Gen? Oh, wel daar in het midden. De volt erop. Wallhack. Nou, wallhack kan gewoon killen, toch? Ja, dat doet echt niks. Daar moet ik even een snipertje voor hebben. Ja, beter gaan we dit gewoon even klaren. Oké, ik ga naar Jamie toe. Misschien toch een extra tech gen maken en dan daar de... Ja, we hebben nu even de electronics niet, man. Ja, aan de andere kant, die wall, dat was echt maar... Dat was 2 heavies rushen, weet je wel. Ik snap wel dat je er doorheen komt. Wat dat betreft wil je ook niet de turrets te dicht bij de ingang hebben. Maar toch weet je ook wel hebben om ze af te schrikken, zeg maar. Jamie! Jermaine! Hallo? Jamie is er niet. Volgens mij is Jamie er niet. Oké, dan moet ik even snel gaan organiseren. Kruisen even daarin. Stekertje pakken er even uit. Soes heeft die zadel. Dus inmiddels even raid ready. Moet ook echt even de kasten nog steeds organiseren, man. Dit laat ik hier even allemaal achter. Even rockets hebben. Ja, ze hebben daar een vault. Ah. Die tech gen, die moet neer. Maar ik moet eerst even kijken of die echt onder die vault staat. Ik denk het wel. Ik denk het wel. En ik moet bier hebben, man. Ik ben niet echt van plan om te gaan vechten. Ik wil vooral... Ik moet Jamie hebben. Ik moet even weten waar Jamie is. Een setje is goed. Rocket launcher heb ik. Ja, de dingen meenemen heeft nu niet zo heel veel zin. Ik moet wel bier hebben, man. Heeft Jamie nog bier of niet? Oh, misschien heeft hij hier beneden gemaakt. Zou het? Oh, ja hoor. Dat is nog niet klaar. Ja, bier maken duurt best wel lang ook. Er zit ook geen glas in. Oeh, met broes, nice. Hoe naar die handel? Of ja, dat maakt niet uit. Het gaat niet sneller, het wordt niet sneller klaar als er glas in zit. Dat is geen ding. Maar, weet je, we kunnen het wel meteen eruit halen. Oké. Dit is wel chill. Nu heb ik zeg maar een verse melding. Hebben we echt nergens een biertje? Ja, ik heb ze niet gebruikt. Die van mij heb ik toen niet gepopt. Maar misschien heeft Jamie die nog. Geen bier. Geen bier. Ja, dat is een biertje. Oh, mooi. We hebben nog heavies. Ik denk dat ik die even met een gen ook erbij ga zetten. Oké, wall. Cable. Outlet. Even een ceiling hebben. Even kijken. Dat. En een Jenny erbij. Oké, gen, dat en kabel heb ik nu allemaal. Zet ik even 2 turrets neer zodat ik een beetje kan defenden. Gewoon zo dichtbij mogelijk. Oké, wacht. Your tribe killed. Breed female. Tech stego. Ice wyvern. Obi-Wan. Spettercots. Maywing. Wallhack. Oh, Jamie valt dood. Oké, nice. Is hij erin gegaan dan? Wacht, als Wallhack dood is, dan hoef ik niet meer aan het sniper mee te nemen. Ik ga erin. Zo chill zelfs we Maywing kunnen claimen van hun. Dat zou top zijn. Oh, je schrat. What the fuck? Yo! Yo, ja, ik word aangevallen. Ja, dat wil ik net zeggen. Ik heb een stego bij. Ja, oké. Ik heb alle dino's getild die er staan. Ja. In ieder geval. Dus die zijn weg. En ja, laten we het even opruimen. Ja, ben ik mee bezig. Kom maar samen ook joinen. Oké, dat is enemy range. Alleen niet gekild worden nu. Oké, ja, we moeten wel via boven gaan. Dat zijn hun foundations dan, hè? Ja. Oké, cool. Oké. Volgende fase is eigenlijk de Jenny zo dichtbij mogelijk plaatsen. Misschien wel vanaf de andere kant, maar ze gaan... Oké, ik wil nog niks verliezen natuurlijk, want ik heb een hele goede stego bij. Dus ik moet het even safe spelen. Andere kant is bullshit. Dat gaan we niet doen. Nee, ik moet echt daar. Ergens waar ik hier range heb. Wat dit? Oh, dat wordt daar al uit de lucht geknald. Oké. Nou, meer range is er hier niet. Snel kabeltje. Outletje. Zo, ceilingje. Lekker. Oh, dat is allemaal too close. Hi. Oké. Zo. En zo. Alright. Oké. Dat staat. Dan heb ik wat koffer hierbij dus. Hier netten die handel. Dus dit zijn heavies. Ik hoef eigenlijk geen eens te bieren, denk ik. Zou ik zelf niet worden gehit? Dat is mijn vlak. Mobfire. Het gaat fout. Dit doet veel te weinig. Gaan.
gaan, gaan. Dit valt te doen, dit valt te doen. Oh, kut, ik ben net dood. Nee, mijn gigantische rugzak! Oké, okay, dit kunnen we tag-rifelen, man. Dit kunnen we tag-rifelen. Even snel tegen Jamie zeggen. Jamie! Oh, jezus, mijn knoppen. Hallo, Jamie! Jamie, 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 Jamie! Mijn jetpack, waar is mijn jetpack? Oké, okay, all I need. All I need! Ik heb een tag-rifle mee voor Jamie. Wat fuck zijn de tag-rifles? Ja, niet... Ja, hebben we ook een zwakke tag-rifles? Ik weet... Ah, dan moet ik nog element hebben. Ik kon nog gewoon daar de ding hitten. Hij was niet geval-dropped. Ik committe iets te veel aan die turret daarvoor, omdat ik dacht van, ah, die krijg ik wel neer. Want ik deed eerst 7k damage, en toen had ik opeens een halve reload bug. Toen deed hij 3k damage, toen weer 3k damage. Ik dacht, ja, fuck dit. Ik wilde gewoon even 3 keer snel schieten, zodat we er klaar mee waren. Maar dat zat er dus niet in. Dat is een beetje jammer, want ik werd daar een beetje gearkt eigenlijk. Zwaar gearkt. Wat gebeurt hier nou weer? Jamie, je kan de Jenny tech rifelen. Je kan de Jenny tech rifelen. Ja, ik kun gewoon soaken, man. Dit is easy soap. Ja, maar de Jenny is exposed boven een foundation. Ik heb een tech rifle, ja, bij. Totdat je weer een net in je gezicht krijgt. Dat zijn geen mensen, toch? Ja, nu niet, maar hè. Ja, maar het is echt 10 seconden werk om dat ding neer te knallen. Ja, niet met onze tech rifles. We hebben een 180%. Ja, die moet je niet voor gebruiken. Nee, nee. Oh! Tyfus boef. Wow! Dat is pijnlijk. Dat was een tech rifle. En mijn PTE. Dat is geen eens een beetje grappig. Ik ben wel van mening dat we dit gewoon echt easy kunnen rifelen, man. Voor het minimale verlies. Ik moet dan echt een Sinoma krop op me af. Ga weg. Oké, okay, even mijn bodies pakken. Ik ben daardoor een turret geëerd, jongen. En ik zag hem geen eens. Dus dan moet ik even een paar mooie grappeltjes doen. Wat ik schrok. Ik dacht even dat je een turret was, maar je bent een dilo. Oh, dat was zo pijnlijk, man. De vernedering ook echt. Oh, mijn body is opgegeten door een raptor. Fijn. Oh, dat is super fijn. Oh, en dat is een Maywing. Oeh. Oké, okay, ga hier naar de rand toe. Beetje een kuthoek hier. Ze dus kunnen hier gewoon random turrets inzetten door die tech Jenny. Ah, kom op, bro. Ah, oh, dat duurt al zo lang, dat klote menu. Oké. Okay. Jezus, ik heb het. Oké, okay, we kunnen wel wat. Ja, daar zat gelukkig niet heel veel in. Ik wil het alleen wel looten, maar... Oh, wacht, daar zat mijn tech rifle in. Dat is zo, ja. Ga nou weg, joh. Ik hoop dat Jamie het. Oh, dat is de Maywing. Dat is de Maywing. Maar ik heb hier nu even geen wapens voor. Is het neer? Nee. Waar turret ze neer? Oké, okay, ik pak er ook even snel een. Ja, niet door laten gaan, RB. Ik zal mijn best doen. Ze zijn hier trouwens met het Maywing, pas op. Extra harpoons maken. Ik vind het zo irritant als deze knop allemaal half werken, jongen. Oké, okay, ik wil dingen dubbel. Zijn armor wil ik niet sacrificen. Deze moet ik meteen erin gooien. Oké, okay, ik kan nog even een UT saddle maken. We hebben in ieder geval heel veel baby's. Dus ik kan die trash female opofferen. In principe, it's something we can do. Moet ook iets gaan verzinnen voor dit pad, man. Misschien dat is een Minecraft, zo'n ijsbaan. Doet zo lang om van A naar B te gaan. Oké, okay, zo het goed houden. Nou, ik zou ook een launcher meegenomen of niet. Ziet er goed uit in ieder geval. Oh, laker. Oh, laker. We hadden trouwens ook heel veel bullets kunnen pakken als we het op de... Als we het op de tech rifle niet hadden gedaan. Ah, chill. Heb je C4? Mooi, nou, als Jamie dat even doet. Is kut. Hallo? Is dit een grap? Oké. Okay. Is dit een... Bro, laat me eens... Bro, ben je irritant? Laat me gewoon gaan. Grapple Pro, oh. Je Grapple Pro, jongens. Op het tasje. Goddammit. Nou, even de val slopen. Heb je die tech rifle nog op? Ja. Net weer geloot. Ja. Oh, dit is... ook echt gewoon nog kitjes in en zo. Oh, ik dacht dat ze net alles hadden gepakt. Ja, ik zat op die Maywing te schieten de hele tijd toen ze eraan kwamen. Dus ik denk niet dat ze tijd hebben gehad. Oh, ziek. Op nou, zich. Een beetje element erbij. Ja, op zich. Als we dit ding gerust hadden met een rifle, hadden we misschien nog wel veel bullets gehad. Nee, die stegels kunnen we niet opofferen, man. Oh, 4 elements, nee. Ja, 4 elements. Nee, maar dat... Oh. Oh. Ik denk niet dat de stego dood had hoeven gaan, zeg maar. Ja, maar die... Er stond ook nog een vloer boven. Een metal vloer. Ja, maar je kon hem bovenop gewoon hitten. Zoals ook met spyglass zichtbaar. Oh, ze zijn hier. Grogu, ik zie de PT. Noordwest. Ah, ik heb... Okay. Ik heb geen gun. Waar? Noordwest op de berg. PT. Zet stil geland. Heb je een Fabi rifle?
Ja, ik heb nu geen vechtshit. Oh, lekker. Hij is dood. Hij is de turrets ingevlogen. Alright, thanks for that loot. Heeft hij nog mooie spullen? Nee, niet per se. Wat kitjes zat hij weer bij. Maar ja, het is wel rondje hulp. Je krijgt de vlak. Kom maar door. Oh, Sinoma, rip. Oh, mooi zadeltje. 61. Ja, we hadden maar een Pterodon in duik hier. Ja, succes. Ik bedoel, dit is het makkelijkste. Stonden hier turrets of niet? Ja, verderop. Om de bocht net, zeg maar. Ja, maar hier niet. Oh jawel, daar stond er iets van 4. Maar heeft niks gelopen. Jawel, in het begin. Ik wist dat ze hier waren omdat in de triplog stond die turrets kapot waren. Maar dat was nog net in de aanbouw, zeg maar. Dus dat was niet de moeilijkste. Nee, oké, maar het was meer met deze dive dat er niks kapot is. Oh nee, absoluut niet. Oké, nou, mooi. Oh, hey, ik had trouwens die Mighty Ducks base had ik nog gevonden. Spartan Ducks. Wat dan? In de desert, in die cave die je zocht. Die artifact cave, denk ik. Oh. Ja, dat is 2 voor de prijs van 1. Ik heb hem gevonden. En klop. Het is denk ik echt heel goed te doen. Ja? Ja, volgens mij autoturret geldt er nog een beetje. Oh, jezus. Ja, dat is wel easy, zeg maar. Echt heel easy. Ja, ik heb het niet goed gezien, hoor. Maar het voelde alsof in ieder geval niet... Ja, kijk, het ding is, ik heb alleen maar electronics nodig. Meer niet. Daarom. Ik zeg gewoon erin vliegen. Al deze stakes moeten even gehield worden. Ja. Ik zal ze even wegzetten bij de foundations dan. Ik heb in een van die stakes nog mijn Yuti zitten. Ik dacht misschien komt hij nog van pas, maar... Ja, heb je hem? Nee, hij zit bij die ene daar bij onze mini turretoren. Oh. Nou, dit schiet echt niet op zonder C4. Nou, nog één rocket, dat is mooi geweest. Ja, trouwens, rocket, stik hem maar in, doen we zo. Oké, lekker. Raid Steve. Ik heb je dermis, man. En je electronics. Recycling, die handel. Oh, dit is kut. Ik wil niet dat jij hier bent, Raptor. Ik mag jou niet. Ga dan weg. Nou, ik ben alleen een shotgun verloren en wat andere zooi, wat foundations, maar dat maakt niet zoveel uit. Ja, dit moet eigenlijk nog wel weg, maar ja, goed. Prima, prima, prima. Hey, succesvol verdedigd. Dat is wat ik zou zeggen. De coördinaten waren volgens mij 87, 84 ongeveer. Oh, je gaat je lakker. Oh, je bent al volwassen. Reload bug is echt het ergste wat er is. Hey, is er nog ARK 1.5 nieuws of hoe zit dat? Ik wil het. Ik heb het nodig. Geef mij het. Oké, zullen we snel die kant op gaan dan? Ja. 87, 84 ongeveer, een beetje. Ik heb kitjes bij. Wat moet ik meenemen? Rocket, Stego. Laten we 1 Stego proberen. Ik heb een Stego en een UT. Eentje moet ons zat zijn, ons alleen maar autoturret zijn. Ja, ik weet het niet 100% zeker. Ik weet ook niet wat er achter die muur staat. Maar ik neem voor de zekerheid ook even 1 Stego mee en een rocket launchers. En een... Heb je een kitje voor mij ook? Ja. Ik trek wel 1 kit aan. Oh, is de bier al klaar? Nee, dat duurt wel even. Oké, ik heb... Het staat allemaal onder je voeten hier in ieder geval. Ja, ik had het al gezien, ja. Thanks. Ik maak even wat sleeping bags. Nou, de rest van de UT's die hier staan, zijn allemaal female, of niet? Ja, drieling female. Ja, dus ik heb een trash female heb ik in een cryo zitten. Okay. Die heb jij denk ik nu, hè? Ja, die heeft ook een saddle, dus dat is gewoon klaar. Right, ik ga gewoon even tech-fitsen naar die plek. Ja, mijn PT is ook dood. Ja, is goed, ik doe hetzelfde. Yo. Ik denk dat ik PT saddle gewoon meeneem. Wat foundations neem ik mee? Oh, rocket zelf, man. Zo, rocket C4. Heb ik nog iets? Ja, ik moet wel even een rugzakje, of een jetpack. Federation setje mee, alright. Ik ga er naartoe. Ik gooi mijn Sinoma-krop staan maar gewoon neer als een soort van mini-vault. Haal ik hem van mijn rug af. Ik moet echt een meeuwing hebben, man. Oh nee, nee, niet weer dit. Nee. Doet hij nou? Kut. Oké, we zijn er, denk ik. Nee, ga weg. Oh, hier is een Jaboa. Kut, ik heb even geen combat weapons. Dat wil ik even vermijden. Ja, dank u, dank u, dank u. Zo min mogelijk geluid maken, alsjeblieft. Ik weet niet of Jamie precies weet waar hij moet zijn, maar... Ik weet niet eens of ik weet waar ik precies moet zijn. Kut, ik ben verdwaald. Volgens mij loop ik nu gewoon... Main room, oké, het is hier. Even knokken nou. Ja, dit is niet precies wat ik zoek. Dat is helemaal kut. Dit mag even niet gebeuren hier. Stop. 150 mantis, hou op joh. Oh,
Gooi hem uit. Ja, dank je. Godverdomme, wat irritant dit, jongen. Nou, iedereen weet dat we hier zijn. Perfect, dat is precies mijn plan. Klote beesten, man. Lokkanaal. Oké. Nou, dit is de main room. Hij zal wel gealarmeerd zijn nu. Ah, ik heb nog best wat ARB. Woonie. Hey, jong. Hey. Ik had echt een klote hindernis hier van die kutbeesten. Wow, ik moet even ruimen dit even een beetje op hier. Ja, ik heb een paar sleeping bags. Is het nou echt nodig? Ja, ik zet er even 2 torentjes neer. Goeie. Zo. Gooi gewoon even alles in mijn jetpack. Schrik me kapot, jongen. Oh, ik zit hier zo gefocust alles in de jetpack te flikken dat ik het gewoon niet meer door heb allemaal. Oké, okay, dit rest kan ik gewoon carryen. We hebben toch zieke cave damage. Dus als het goed is, moet het ook echt blazen. Nou, blijf alsjeblieft passief gewoon in die struik zitten. Allright, dan ga ik er vast in, jongens. Oh. Oh, shit. Oh, shit. Kruipen, kruipen, kruipen. Oh. Boom. Stoppen, hier. Boom. Oké. Okay. Dat ging lekker. Cave damage. One hell of a drug. Kan ik dit nou niet advanced transfer? Dat wil ik even proberen. All structures, advanced rifle bullets, personal inventory. Is dat omdat het niet van mij is? Jammer. In principe is dat een soort van public domain. Ik zal die kogels allemaal pakken. Oeh, mijn god. Oké, okay, er is nog één turret, maar die kan ik in principe gewoon runnen. Oh, ben je al binnen? Ja, basically. Er is nog één turret hier. Ik zie alleen even niks, al die smoke. Maar ja, de turret is al op de gen, zeg maar. Daar, ja. Oh, ik ben gevallen. Lekker. Oké, wegwezen. Hey, ammo. Ja. Oh, deze is echt nog niet veel, man. Nou, het is net genoeg compensatie voor wat er op ons is gebeurd. Wat bedoel je in de base? Wat heb ik nog niet gezien? Ja, dus, ja, hier staat van alles, maar... Snap het? Ja, ik ben nog steeds niet binnen. Ik ben even kogels aan het schapen. Nou, ik ga eens even kijken wat hij die erover heeft. Toet, toet. Oké. Okay. Ja, we hoeven het ook niet kapot te maken verder. Ja, hey. Ding, ik wil niet alles slopen wat hier staat. Nee, ik ook niet per se, hoor. Oh, hij heeft naampjes erop gezet. Dump, ammo... Dump. Kijk, hier heb je tenminste al aan. Crafted weapons, crafted gear, saddles. Saddle BP, zou je die hebben? Gear BP. Resources. Ja, mensen moeten hun structures gewoon unlocken, man. Ja, dat vind ik ook. Gewoon unlocken die shit, even serieus. Veel makkelijker, joh. Ik pak even wat ik nodig heb en dan... Ja, ik heb hier... Hij heeft wel zijn vaults namen gegeven, dus we kunnen wel... Ja, ik denk... Ja, ja, dat is prettig. Oh, Mastercraft chainsaw, by the way. Hallo. Alleen er gaat wel echt zieke collateral damage komen hier, hoor. Ja, nou, deze cryo fridge, die heb je een tech rifle toevallig? Ja, heb ik. Maar zit in mijn Sinoma, moet ik even halen. Oké. Okay. Ik ben het wel met Jamie eens, hoor. Als het kan, wil ik mensen ook altijd pakken met zo min mogelijk schade. Tenzij ze echter zijn om ons gewoon neer te maaien. Die mensen heb je er ook tussen zitten. Ja, dan kun je hem gewoon terug verwachten. Over het algemeen? Nee. Nou, dat hebben jullie denk ik ook wel gezien door de serie heen. Dat ik redelijk pacifistisch ben. Niet helemaal, maar redelijk. Wat de fuck is dat voor een greppel? Yo, ik ben er. Tech rifle. Yup. Oh, cave damage, man. Oh, ja, dat is lekker. Heerlijk. Genieten. Nou, een angler is wel lekker. Sinoma. Oh. Ja, Sinoma, hoge. Tila. Ja, matig. Lelijke vis. PTA's zijn welkom op zich. Maywing is wel welkom. Oh, zijn er 2 Maywing? Dan kunnen we ketsen. Female. Maywing is dingen die... Maywing is dus allebei. Nee, de Tila. Oh, dat is een male. Kut, hebben we al, hè? Ja. Ja, laat maar hangen. Ja, laat maar liggen. Alleen een goede Sinoma crops, man. Nee, die levels. PTA is wel... Is dat tamed op dat level? Lijkt van wel. Nee. Ik kan de PTA'tje mee terugnemen. Ik heb een zadel bij. Wat voor Maywing had je? De rest is een body. Ja, is cool. Ja, kijk, die kluis met een tech rifle kan, maar dat gaat wel lang duren. Ja.
Ik kan ook C4'en, maar dan gaat er gewoon meer kapot. Ja, ja, ik weet niet. Ik heb dus zo'n guy van deze tribe gekilled. Was dat Leonidas? Nee, toch? Nee, dat was iemand anders daarom. Als we nou gewoon even iets killen van hun. Hier, deze Maywing bijvoorbeeld. Dan krijgt hij een melding. Ja, doe maar. Ik ga de resource vault wel even neerhalen. Dan is het vooral van, yo, maak open. Zet alles op unlocked. En kijken wat er nodig hebben. Ja. Dan gaan we weer. Oké, okay, wacht even. Dat gaan we dadelijk doen. Maar eerst... Oh, okay, ja, dit was heel nodig. Dit was iets meer schade dan ik dacht. Wat doe je nou? Ja, ik dacht... Oh. Oh, verdomme, man. Ja, we kunnen het in de body stoppen. Ja, maar... ik wilde gewoon even de... Oh, gunpowder, chitin, blue gems. Oh, 30k puls bijna. Nee, 30k puls trouwens, perfect. Ja, dat is goed. Gewoon dit. Oh, meer, 36k. Heel veel hout, mooi. Hij heeft alleen geen dedicated electronics hier. Zit hem misschien in fabricator. Ja, ik heb het hier wel uit, man. Doe zijn shit wel even zijn body. Ik heb zijn body... Ik heb hem niet gekillt, toch? Oh, nee, mooi. Bogaan Peter. Hij zit erin. Ja, je lijkt toch nog een koelkast met heel veel vlees en bessen en zo. Dat is ook wel zo. Ja, kan ik allemaal deponeren, joh. Kijk ons nou vriendelijke reden. Ja, best net steek. We zetten hier, hoor. 53 HP eitjes hier. Oh. Ik wil eigenlijk wel dat hij even thuis komt. Lijkt me heel grappig, man. Ja, mij ook wel eigenlijk. Even kijken. Wil je die BP's van hem nog checken of heb je zoiets van laat maar lekker openstaan? Ja, die wil ik checken, maar... Ja, hij wil niet opblazen. Ik ga niet alles opblazen hier, lekker zin in. Too much, en deze dingen ook, weet je wel. Wel chill trouwens, mijn Sinomacrops is gewoon letterlijk mijn rugzakje nu. Oh ja, slim, ben ik niet bij. Slim, ben ik niet bij. Kijk, maar nu wel. Ik kies jou. Het is gewoon echt een Tibia backpack, man. How are the duck? Waar ben je? Zal ik deze fabricators nog slopen? Er is toch kans dat daar electronics in zitten. Oh, dat is echt one shot. En ja hoor. ARB en... Oh, ARB blueprint. Dat is ook nice. Oh ja, dit is wel, nice, man. Oh ja. Ja, turrets. Oh, wel auto, maar dat maakt niet uit. Die hebben we nodig. 52 auto turrets. Oh nee. Waarom had hij die dingen gezet? Ja, dat weet ik niet. Vijfies. Ja. Zullen we maar gaan? Ja, het is alleen de BP's wil ik nog zien. Ja, het is vooral die vlak, hè, als ze dat hebben. Alleen... Ja, toen ik hem had gekillt, had hij klotarmer aan, dus... Even kijken. Dat is ook al zo, Ook was de BP. Crafted gear. Een van deze... Een van die zonder bordje, die is BP. Volgens mij. Of wat staat hier? Oh nee, gear BP. Ja, ze zijn al... Ja, deze kun je nog wel redelijk soepel uitschakelen, denk ik, hoor. Ik weet niet. Ja, ik vind het niet erg om op te blazen. We hebben toch al de schade aangericht. Ik kan ook even de ceiling droppen en dan aan de onderkant opblazen. Daar zijn ze. Oké. Okay. Hey joh. C4. Bada bing. Bada boom. Bada bats. Waar is dat? Volgens mij niet. Oké. Okay. Oeh. Oh. Oh, oh. Nou, what the fuck? Nou, dat is toch wel stevig voor zo'n basis. What the fuck? Jezus, ik heb een 300 man. Plus Ascendant Fab. Ja, pijpen, compambo, shotguns. Chainsaw. What the fuck? Oh, longnecky 355. Oh, flamethrower. Oké, okay, dat is wel netjes. God damn. En dit is nog... Ja, maar hebben ze ook vlak? Dat is de vraag. Piep. Snel deze nog, Jamie. Dan boeken we hem. 3, 2, 1. Oh. Nou. Er is vlak. No, oh mijn god, gast. Er is een hele vlak set. Oh, dat is gewoon goede vlak. Ja, the fuck. Oké, okay, what the fuck. let's get the fuck out of here, man. Oh, wat is dit, ouwe. What the fuck, man. Goeie setup, BP's. Mante. Ja, nee, niet echt. Oké, okay, I'm done. Okay, yeah, bye bye. Yeah. Time to go. Ga maar vast, ik doe mijn spullen even in mijn stego en dan wachten we nog even totdat hij hierheen komt. Ja, is cool. Yo. I'm out of here, man. Ik heb niks geks hier meer, toch? Nee. Oh, hij is hier, hij is hier. Ik dacht, wat zie ik daar? Oh, houdt het ook. Ga weg met je spullen, gek. Ik ga hem netten. Nee, maar dat moet ik niet doen, ik heb te veel shit bij. Ja, hier hebben we toch turret. Dukkemans. Wee! Een paar dingen op lock. Wee! Ja, Jamie leidde me lekker af. I'm out of here, man. I'm out of here. Oh, dat hebben we zo lekker gedaan. Oh ja, het was niet per se moeilijk of zo, maar...
alsnog. Dit was wel echt low risk, high reward, baby. Yes. Alle federations zijn weer aan. En gewoon, gek. Wee. Yes. Oh, het wordt echt een beetje druk hier, jongen. Hebben wij zelf nog een tegenslag gehad, trouwens? De Mandalorian is een metal floor. Tech turret. De Fax is nou weer aan het aanvallen. Even een blueprintkast hebben. Oké, ik ga jou daar even de laten, want jij hebt echt veel te veel shit. Ik durf niet te checken anders. Waar hebben ze nou een tech turret gesloopt? Ze blijft ook maar proberen, maar zolang wij hier zijn gaat het hem gewoon niet lukken. Oh man, wat een zieke reet ook. Of ja, de reward was ziek. Ik ben benieuwd wat Jamie nog gaat fixen. Ik hoor tech armen. Klein tunneltje, ja, ze zijn hier. Hoe hebben zij... Hoe? Bro, effe. Is dit een... Ze worden hier gewoon ge-illegal nog wat, jongen. Ik heb geen explodes bij. Oh, heb ik wel. Cannot be placed on a platform. Ze gooien zelf C4 nu. Wat voor platform is dit dan? Is dit een racer? Mooi, ga maar neer. Ja, maar het is geen platform. Dan leg ik het gewoon hier neer, toch? Ja, yeah, fuck jou, man. What the fuck, dude? Stel dat je vies speuken, jongen. AT-AT Walker. Ja, joh. Zit hier te Star Wars? Doe even normaal. Heb ik wel mijn eigen shit gesloopt, volgens mij. Hier, Mando. Heb ik mijn taxidermy niet bij. Oh, en Grogu. Stel dat je vies speuken, jongen. Oh, dat is smerig. Heb ik nou mijn... Ja, volgens mij heb ik die opgeblazen, ongeluk. Ik dacht, hoe kan hier een structure staan? Yo. Nou, in ieder geval, jongens. Thanks voor het kijken. Dit is een probleem voor morgen verder. En ze hebben een teleporter. Ze hebben een fucking teleporter. Are you kidding me? Alright. Nou ja, in ieder geval, code woord morgen is... Star Wars.